All around me are familiar faces. Ja, daar liet ik hem al slaan. Pak je even vast, even. Ja, 1, 2, hoppakee. Ja. Oké, dat ging niet goed. Hoezo moet ik uitkijken? Jij gaat toch even... Jullie zeggen dat je een beetje op brommetjes hebt gereden, dus wat dat betreft, het schakelen is eigenlijk hetzelfde als op de brommer. Ja. De koppeling in, ja, gasloos, doorschakelen. Ja, doe maar. Even hier, die kant op, over deze ovale baan heen rijden. In één naar beneden. Ja, rustig de koppeling op laten komen. En jezelf doorschakelen hoor. Ja. Dus dit rondje even maken. Ja, buiten zit er een. Lekker, motorrijden. Zo, dat engine braking merk je wel echt. Hij remt echt knijter hard af. Het gaat een beetje schokkeren. Het brommetje gaat het wat minder schokkeren. Ja, is wel lekker vlot. Ja, lekker vlot. Ondanks het feit dat hij 35 kW is, ja. Wil hij echt wel. 25 eigenlijk. Goeie verschil? Makkelijk, hè? Zo die motor. Ja, hij heeft ook wel een beetje. Hé, het aparte op zijn motorfiets is, als je het stuur, als je dit gedeelte van het stuur zo naar hem toe trekt, zo. Dan ben je handen op. Ja. En je trekt zo naar je toe, je doet dat weg. Als je met recht duwt, dan ga je ook naar rechts. Dus als je zo met je rechterhand wegduwt, dan gaat die motor die bocht inmaken naar rechts. Ja. Dan probeer dat zo meteen nog eens te doen. Niet alleen kijken, maar ook kijken. En je moet proberen die bocht in de derde versnelling te doen. En dan duw je hem een klein beetje weg. Ja, je sturen. Ja, nee, in feite moet je eigenlijk niet sturen. Je duwt hem gewoon weg. Yeah.
Ja, dat weet ik. Ja. Ja, ik vind het heerlijk. 60 weken. Dat zou wel kunnen. Als het niet goed is, gaat dan maar. Goed verschil, hè? Ja. Dan voel je die motor eigenlijk gelijk die kant opduwen. Ja, dat kon je ja. Heel goed zien, want je kwam bijna al lekker tegen die het touwtje aan. Ja? Ja, ik dacht het is wel lekker droog, dus daar blijf ik. Dat kun je dus ja. Ook doen, hè? Zekerheid. Ook zo catchy is. Is het ook handig om hier de achterrem te gebruiken als je wegrijdt? Of nou, weet je wat je wel kunt doen? Het is het moment dat... Zet hem er even naast. Zet hem er maar even naast. Kun je ook wegrijden. Ik nee, nee, even wachten. Ja, even wachten. Ja. En maak hier een kruis op. Want dit komt er heel raar om te maken. Ja. Je moet er helemaal liggen onderaan. Ja, dat kan wel. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, daar liet ik hem aan slaan. Pak je even vast. Ja, 1, 2, oké. Ja. Oké, dat ging niet goed. Oorzaak. Ik liet de koppeling iets. Ik liet hem afslaan. Oorzaak, inderdaad. Motorfiets een klein beetje inschuinen. Motor slaat af, hij ligt. Ja. Is een gevaar bij deze oefening. Ja, ik merk het. Ja, daar. Ja? En je houdt hem echt niet hoor? Nee, dat merk je ik. Je houdt hem echt niet. Nee. Misschien een brommetje wel van 100 kilo, maar dit ja, niet. Ja, maar dit niet. Nee. Dus daar gaat hij ook. Nou, dan moet je hem ook laten gaan hoor. Dus ja. Schijt door je rug. Stukje achteruit, in de koppeling in. Hup, nog een keer. Rechts. Nog een keer, joepie. Koppeling, rust opmaken, komen. Kijken. Ja, eens kijken, door. En dan links. Het doseren van dit gas is heel moeilijk. Die schiet ineens weg. Ah. Mooi hè, die pion, hè?
Juist, en kom maar. Nou, ook naar links? Dan weer een keer links af. Oké. Oh. Dat wil ik ook nog een keer proberen. Hey. Kom op, jij was nieuw hoor. Ja, dat. Zo hou je het vaak binnen. Ja, het geleidelijk houden vind ik lastig. Ja, dat is ook heel moeilijk. Maar met de voetrem erbij gaat het een stuk makkelijker. Je dat is sowieso. Dat zei ik al, je voetrem moet je erbij hebben. Ja, heel makkelijk, ja. 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 Daar staat het maar. Hoe kun je op een gegeven moment je motor gelijk houden? Hier zit de stabilisatie. Ja, dit is natuurlijk een gedeelte nu van die beugel. Ja. Maar hier zit een gewicht voor de stabiliteit van je stuur. Dat kun je niet bewegen. Dus als jij je stuur op een gegeven moment, je gas een klein beetje openzet. Heb ik nog onder één vinger, kan ik hem open houden. Godverdomme, ik vind het bijna afgeslingerd. Oh, ja. Nee.